We hebben het een tijdje geleden gehad over die rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Die is ook door een vrouw, want die had iets van poes gebruikt. Wat kat had moeten zijn. En die vrouw die vond dat dubbelzinnig en zo. En de Gelderlander is al opgesprongen. En die man die is voortijdig door de achterdeur vertrokken. Die begint geen proces tegen zijn Raad van State of die mevrouw. Maar die heeft deze week wel een proces aangespannen bij de Raad van de Journalistiek tegen de Gelderlander. Want hij zegt die kranten, dat zijn een soort juice-kanalen aan het worden. Daar kun je uithuilen en die schrijven alles maar op. Ik zie het nou weer met die meneer die altijd in die ijsblokjes ligt. Ja. Die mevrouw, die heeft zich thuis misdragen, huiselijk geweld. Ja. Heb ik een bloedhekel aan. Ja. Maar die mevrouw moet wel aangifte doen bij de politie voor huiselijk geweld en niet bij de Volkskrant. Hebben ze al gedaan, hè? Ja. Voor duidelijkheid. Nou ja, dan moet de Volkskrant die moet de rechtszaak afwachten en daar kunnen ze verslag van maken. Er is al een veroordeling geweest in 2010. Jawel, maar nu komt het hele huilverhaal, het hele privéverhaal weer in de Volkskrant. Ze doen precies hetzelfde als privé. Nou nee, dat is niet waar. Want ze haalt dat verhaal erbij van wat er in 2010 als veroordeling is gekomen. Dus hij heeft een taakstraf gekregen, een werkstraf gekregen en een geldboete voor het mishandelen van een van zijn kinderen. En verder is er ook sprake geweest van een aangifte als het gaat om huiselijk geweld. En volgens mij is er ook allerlei doktersattesten die ze overgelegd zijn. Waarbij ja, dus duidelijk is. Ik heb het gelezen, Wilfred. Ja. Maar uiteindelijk vind ik te gek voor woorden dat mensen tegenwoordig naar de media stappen om de zaak op te blazen. Ze wilde het niet doen totdat die film gemaakt ging worden. Ja. Zij werd geconfronteerd met het feit dat er een film over zijn leven komt en dat werd een heel mooi verhaal, toch? Over gekke Wim, die maar toch lekker onder het ijs gaat liggen. Maar is het dan niet zakelijker om een advocaat te nemen en te zeggen van, dit wil ik niet. Ik wil er zo niet, zeker niet in voorkomen en de kinderen ook niet. Dat hebben ze ook aangegeven. Maar het werd niet helemaal duidelijk of die mensen daarna mee akkoord zouden gaan. En op een gegeven moment hebben ze zoiets gehad. Jij wil zeggen, gewoon je hele verhaal op de straat gooien bij de Volkskrant. Die noteren alles. Nou ja, als het dus uiteindelijk niet naar voren komt bij die filmmakers, ook wat ze er nou mee gaan doen. Ze hebben er meerdere keren vragen over gesteld. En maar eigenlijk, na het verhaal in de Volkskrant komt de film er niet? Nou ja, blijkbaar ligt het nu stil inderdaad, die film, ja. En die Amerikanen hebben geïnformeerd. Ja, ik blijf het vreemd vinden dat je bij de Gelderlander aangifte kunt doen. Bij het AD, bij Ze hebben eerst gewoon echt aangifte gewoon gedaan bij het OM, hè, voor de duidelijkheid. Dat is al lang allemaal gebeurd. Maar daar is het OM ook voor. En daar is niet een of andere sensationeel bewuste journalist van de Volkskrant voor, vind ik. Nou ja, die heeft vooral die dingen opgeschreven die al plaats hebben gevonden. Die dus gewoon bewezen zijn ook allemaal. Met die aangiftes, met ook de veroordeling, ook met de doktersrapporten, e-mails, al dat soort zaken. Het is toch privé-informatie, het is toch juice, het is gossip. Nou ja, op het moment dat er een film wordt gemaakt met een Hosanna-verhaal over iemand, die blijkbaar ook nog een andere kant heeft. Ja, maar die film moet nog gemaakt worden, hè? Ja, dat wordt nu lastig, geloof ik. Maar dat zou wel een beetje zo'n soort film worden. Maar die straf heeft hij al gehad. Ja. Dus dan zou je zeggen van, dan ga je blanco verder in Nederland, toch? Ja. Maar nu krijgt hij natuurlijk, wordt hij in feite voor de tweede keer gestraft. Omdat die film nu misschien of niet uitkomt. Er zit zoveel haat en rancune in de mensen. Ze naaien elkaar oren aan niet te geloven. Maar dat komt ook omdat we natuurlijk niet precies weten wat er is gebeurd. Ja, maar kijk, als die film niet gemaakt zou zijn, zouden ze er nooit wat mee hebben gedaan. Ze heeft het helemaal gelaten, weet je wel. Op het moment dat je geconfronteerd wordt, je wordt gebeld door een Amerikaanse filmmaatschappij. We willen een film maken en we willen graag jouw verhaal er ook in verwerken. En dat ze aangeeft, dat wil ik eigenlijk niet. Misschien is het nou wel een veel spannendere film. Ja. Want hoe kijk jij daarnaar, René, dan? Ik las dan over die man dat hij met zijn zoon afgesproken had. He? Niet zo'n leuke vraag tegen hem. Hoe kijk jij daarnaar? Hij ziet de helft. Doe eens een beetje vriendelijk. Doe eens lief. Scherp opgemerkt dit. Sorry. Het gaat erom, is die man goed bij zijn hoofd, weet je wel? Want dan las ik dat hij met zijn zoon afgesproken had in het Vondelpark. En die zoon was wat te laat. Toen dacht je, weet je wat ik doe? Ik zwem naar die fontein, dan ga ik er met mijn blote hol op zitten. Oh ja, dat klisma wilde hij doen, toch? Ja, dat zijn niet dingen waar ik zo direct op kom. Nee, mislukte wel, heb ik begrepen. Als ik in een park sta en ik zie een fontein, dan denk ik, zwem er even naartoe, ga er in mijn blote hol. Maar dat is helemaal misgegaan. En hij wilde een klisma doen, maar dat lukte niet helemaal. Helemaal misgegaan, met halve darmen eruit. Die vrouw is met hem getrouwd, omdat hij verteld had dat hij in Finland onder het ijs doorgezwommen was. Dan denk ik, ja, dat vind ik nou niet beneden een reden voor een huwelijk, maar meer een reden om in een gekkenhuis op te sluiten. Wat dacht je van die vrouw van die Kyle Walker?
Die wil alleen nog bij hem terug als ze 15 miljoen euro krijgt. Dan wil ze het nog een keer proberen. Ja, toch wel. Dat is ook goed. Maar, dus zijn vriendin woont in zijn ene huis, begrijp ik nu. Ja. En of ex-vrouw, maar vrouw woont... ex-vrouw die zegt van, joh, weet je wat, je hebt 30 miljoen. Laten we het delen. Ja. En dan kijken we of dat we nog door één deur of nog een beetje werkt. Of het nog een beetje werkt. Maar wat denk je als je op die knop moet drukken van de ING? Ja. Dat doet pijn, hoor, dat die 15 miljoen weg is, hè? Gaat hij doen? Ja, hij gaat het doen waarschijnlijk, ja. Maar het is wel een schuin van Scheren. Ja. 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 Jij zegt, ik heb er een bloedhekel aan. Het heeft ook met je huiselijke situatie te maken. Kijk, wij hebben jouw vader nooit gegeven. Maar was hij naar buitenuit wel heel vriendelijk naar iedereen en zo? Een wolf in schaamskleren, hè? Van voor mijn moeder en voor mij een hele vervelende man. En dan wordt gebeld en de ideale gastheer. Vriendelijk tegen iedereen? Iedereen aardig over hem? Ja, popie doen. Ja. Maar ik bedoel, dat is wat er nu over deze man ook gezegd wordt. Ja. Weet je, naar buiten toe verkoopt hij het geweldig. Zat heel hard te lachen gisteren. Met zijn roze trui aan bij Shownieuws, weet je wel. Ja, maar kijk, als je deze foto ziet, dan weet je toch al dat die man niet in orde is. Ja, die is gestoord. Ja, tuurlijk. Ja, maar goed, de grote der aarde, hè, Oprah Winfrey en zo, die lopen allemaal met hem weg. Nou ja, ik hoorde dat hij dit jaar miljoenen heeft verdiend. Nou ja, in het buitenland is hij heel groot en iedereen loopt met hem weg. En misschien, nou ja, wat we al vaak bespreken, als het te veel wordt, dat mensen daar moeilijk mee om kunnen gaan. Dus dat geldt misschien ook wel voor... Maar voor rechtszaken in Amerika tegen hem lopen. Ja, vanwege het feit dat een paar mensen overleden zijn. Met ademhalingsoefeningen. En daar hebben ze miljoenen claims bij hem neergelegd. Ja. Dus hij is niet helemaal brandschoon. Die gaan zoeën, hè? Ja, Amerika is wel gelijk. Dus dat is gelijk. Ja, dat zijn een ademhalingsoefeningen die ze in het zwembad hadden gedaan. Ademhalingsoefeningen zijn ze in coma geraakt. Ja. 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 Dus hij is niet helemaal brandschoon. Ja, maar kijk, het feit dat hij zijn vrouw die zwanger is in elkaar slaat en zo, dan deug je voor geen meter natuurlijk. Nee.